Goedemorgen, welkom bij Vlogmasdag. Brugge. We hebben wel tot 10 uur geslapen. Of 9:30, denk ik. 10 uur. Maar omdat we tot deze nacht Black Mirror hebben zitten kijken. En nu zijn we even nog aan het werken. Voor Totally Toe nog een paar dingen in orde te maken. En dan gaan we de bagage in de auto zetten. En dan gaan we nog even Brugge in. Nog 2 uurtjes of zo, denk ik. En dan gaan we stilletjes aan naar huis. Zodat we thuis op tijd kunnen trainen. Straks nog kunnen monteren en zo. Dus that's the plan, hè. That's the plan, what you mean. Nee. Wilt je dat eten? Nee. Daar hebben we er nog. Nee? Nope. Ik ook eigenlijk niet. Lekker een koekjes bij. Ja, proteïne koekjes. Ik kwam eigenlijk even kijken voor een sjaal. Yep. En hier zijn we ze. Yep. Sam heeft verschillende kleren die hij gaat passen, dus ik ben benieuwd. Hij heeft een witte trui aan. Yes. Zo ziet het er heel geel uit op beeld. Wat is wit. Ja. Wat is wit. Ja. Mooi. En nu gaan we voor geel. Oh, die vind ik ook heel mooi. Ja, ja, geel staat u goed. Dat wist ik niet. Dat is mooi met geel stoppen. Ik heb nooit in mijn leven geel aan. Ja. Oh, dat is echt heel mooi. Ja. Ja, wauw. Is dat mooi? Ja, heel mooi. Okay. Ik vind het altijd mooi met zo'n bollen. Met zo'n bollen? Ja, zo van die oversized hoodies. Ja. Okay, ja. Next up is een jeansjasje met bond van binnen, nep weliswaar. Alleen zo, wat is dat? Vachtje van binnen. Vachtje, you're welcome. You're welcome. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja, vind ik ook mooi. Ja, maar ik zou dan misschien nog eens in een large passen. Oké, ik zal het passen. Oké. We zijn terug thuis. We zijn op tijd vertrokken. Wat hebben jullie met je eten gedaan? Je eetbak helemaal weggeschoven. We willen nog gaan trainen en zo. En we moeten nog wel wat werk doen. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Ik weet niet. Maar daarom zijn we dus al sinds naar huis vertrokken. En nu zijn we thuis. Het is 4:30. En het is hier koud. Milky? Dag Milky. Dag mijn lieveke. Dag schat. I missed you. Did you miss me? Milks. I missed you so much. I missed you so much. Shelly! Sjelleke! Hey, snottebelleke! Hey! Hey! Je neusje zit weer dicht. Ja! Ja, als we zo door zijn mond aan hebben. Dat gaat niet. Dat is vragen bij de dierenarts morgen, Sjelleke. Ja, verkouden, hè? Ja, denk het ook. Mijn 3 schatjes! Mijn 3 cuties! We hebben in Brugge ook nog een klein beetje geshopt. Klein beetje. Dus dat gaan we ook nog even laten zien. Ik ga al beginnen. Ik heb bij Atelier Reboul de Apple Cinnamon Diffuser gekocht. Dat zijn zo geurstokjes. Eentje voor mij meegebracht en eentje voor Celine. Want die wou dat ook hebben. Dan heb ik een
Tadaa. Ze ging voor een sjaal, hè? Ik ging voor een sjaal. Dit basic zwart blouseje voor om eraan te doen. Of zo, in de winter. Dan dit wit crop t-shirtje om te gaan sporten. Dan hebben we dit zwart t-shirtje met witte randjes om te gaan sporten. Dan hebben we deze witte oversized hoodie met een zwarte rand aan de mouw. Met kap. Ja. Om te gaan sporten. Ja. En dan hebben we een sjaal. Dezelfde als ik vorig jaar had. Zwarte gewoon. Maar ik ben mijn kwijt. Ik denk met de verhuis dat dat bij mama en Anaïs terecht is gekomen. Dat die dat verzwijgen. Voor mij. Nee, ik weet niet. Ik weet echt niet waar die is. Dus... voilà. Gebeurt wel vaker. Ja. Dan Sam. Your turn, baby. Show maar. Moet ik het showen? Ja, doe maar. Dan nee, hè. Jawel. Zo werkt dat niet. Nee. Nee, jij moet dat doen. Oh nee, je moet het eigenlijk wel een deel hiervan hebben jullie al gezien in het pashakje. Ja. Maar bijna alles. Ja. Maar ze weten niet wat je hebt gekocht, toch? Dat is waar. Ah. Nummer 1 is een jas. Woehoe, ik vind hem echt super mooi. Ja, ik ook. Het is lekker warm voor de winter. Ja. Ik heb zo een in het zwart, ja, met zwarte voering, maar nu is een jeans. En ik zei gisteren, weet je wat mooi zou zijn voor u? Zo'n jas, zo'n jeans met witte voering. En ineens vandaag zei hij, als we toch even naar H&M gaan voor Michelle, misschien kan ik eens kijken voor zo'n jas van... Ik zeg, dan vindt ze mij weer knap. Hè? Zeg, ik vind u altijd knap. Wat is dat voor zeven? Ik vind het altijd knap. Een zwarte winterachtige blouse, een beetje hetzelfde wat ik nu aan heb, maar deze is zo wat klein aan het oversized meer. Zo iets meer losser, oversized. Ik ben trouwens ondertussen mijn geurstakjes aan het open doen. Dat krijg ik niet. Een witte hoodie. Ah ja, hoodie met die met You're Welcome genomen. Niet daar staat. You're welcome. You're welcome in the family. En last but not least, een gele hoodie. Ik heb nog nooit in mijn leven geel gekocht, maar... Het was echt super mooi. Ik vond het wel mooi. Ja, het was echt heel mooi. Dat is cool. Ja, dat is toch. That's it. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, we zijn trouwens vandaag team black. Ja. Echt helemaal. Team black. En we hadden dezelfde. Zelfs zwarte broeken hebben. We hadden dezelfde kleur jas ook nog aan. Ja, en we hadden een bruine jas aan allebei. Hashtag couple goals. Oké, we gaan onze pre-workout eten en dan gaan we vertrekken naar de gym. En daarna gaan we gewoon werken, dus niks interessants meer. En de gym, ik ga jullie wel eens een keertje meenemen in Vlogmas naar de gym. Zodat jullie alles te goed kunnen zien wat ik doe. Mm-hmm. Maar dan als ik train met Dylan. Vandaag trainen we alleen. Ja. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie in Vlogmas dag 5 al, denk ik. Ja. Het is cool, best. Dus tot morgen. Morgen.